en welkom bij deze Plopsa Station Antwerp video. Ik begin mijn reis in Jette en dan ga ik naar Brussel Noord en van Brussel Noord ga ik naar Antwerp Centraal. Als ik ben verveeld en ik moet lang wachten op mijn aansluiting, dan loop ik dus het hele perron af. En het perron hier in Jette is maar liefst 370 meter lang en ik heb er 4 minuten over gedaan. Maar de trein is er binnen 2 minuten, dus dat komt heel goed uit. Van Brussel Noord naar Antwerpen en hier moet ik een uurtje op zitten. En dit soort treinen heb ik echt bijna nog nooit gezien. Je hebt daar zo'n rail en dat is zo super ruim en dan heb je daar ook nog een onderste verdieping, maar die is zo compleet anders. Dat is echt raar. Ik ben aangekomen in Antwerpen Centraal op het laatste spoor, spoor 24. Lief gevonden in het station, zeg eens hallo Lief. En we zijn bij de McDonald's. Ik ga nu de deal van McDonald's, dat je zo voor 3 euro ook McDonald's sokken krijgt. Ik ga daar nu op drukken, ik ga dat kopen. Oei, er is iets fout gegaan. We staan goed eten dus. Ik heb dus 2 cheeseburgers besteld en dan krijg je gratis McDonald's sokken. Dat is super tof. En zij heeft 2 Happy Meals besteld, omdat ze zo dat Hello Kitty speeltje was. Doe even jouw speeltje. Kijk. Oeh, dat is wel cool inderdaad. Allee, wij gaan eten, smakelijk. Ze heeft bakken gezien, ze gaat haar geld daaraan verspillen. Nee! Bij Plopsa Station Antwerpen. We zijn aangekomen in Plopsa Station en we beginnen met deze verdieping. Hier kunnen we niet echt iets doen, dus we gaan naar onder en dan doen we zo alle attracties van heel het park. Vliegende fietsen. Dat zijn de kikkers. Maar het is voor een stukje in de video. Snap je? Dus doe alsof dat we nu de kikker gaan doen. We gaan nu. En. Luk. Nee, niet in de kick. In Lucky Luke. Kijk, hij ziet zo. Hij ziet zo daar. Kijk eens. Oh nee, ik ben derde. En Liv is gewoon eerste. Hoe kan dat? Maar eerste en derde. Eerste en derde. Oei, ja, hier is nu net geen scherm. Wacht, hè. Kijk, daar is het scherm. Woehoe! Vuurwerk. Ik ga nu in de Mickey's Vault horen. Maak maar een foto als Urbanus. Jee! Yeah. Hoe lang moet ik staan filmen? Ja! What the fuck? Een blooperstukje nodig, want de hele video was een blooper, hè? Dat is waar. We zijn hier zo lief in Plopsa Station, want ik heb gewoon een gratis Boomba poster gekregen. En zij heeft ook een gratis Boomba poster gekregen. Ik ga hem straks openen om hem open te doen, want hij hangt hier gewoon. Ja, dat is dus een poster met nieuwe Plopsa logo en 20 jaar Boomba. Dat is wel tof. Dit was de Plopsa Station Antwerpen video. Ja, dit was het. Volgende week ga ik niet naar Plopsa, dus komt er geen update video online. En het weekend daarna moet ik zaterdag werken, maar zondag kan ik terug een update video maken met Lennart, die jongen met het hoedje. Allee, dit was de video. Doei!